Dankjewel Maarten. Mooi gezegd trouwens. Ik zie daar wat collega's zitten en die dames komen op. En in één keer vliegt de hele boel naar voren daar. Ik wil gelijk een nuancering aanbrengen aan wat Maarten zegt. Want ik wil jullie ook uitdagen. Hoe vaak zie je mensen zo livestreamend al over straat lopen? En vertaal dat eens naar de retail toe. Hoeveel retailers verdienen daar vanmiddag nu nog geld mee? Want de uitdaging in de retail, met name de traditionele retail, want daar gaan we het over hebben, is dat je revolutionair moet denken, maar evolutionair moet handelen. Dat vind ik een heel mooi statement. Veranderen is een proces. Je staat niet in een jaar tijd van A naar B. Dat moet je ook helemaal niet willen. Vaak niet vanwege de investeringskracht. Ook niet omdat je dan het risico loopt dat je volledig op de verkeerde technologie inzet. Met alle gevolgen van dien. Want bijvoorbeeld Google Glass. Ontzettend veel in de media geweest. Maar gaat het redden? Geen idee. Het lijkt er op dit moment niet op. Aan de andere kant, in 2010 bracht Microsoft al de eerste tablet uit. Dat was zo'n unit. Op dat moment was de markt daar niet rijp voor. 10 jaar later wel. Goed, in die context wil ik graag die relativering aanbrengen dat de retailer 2020 maar eerst eens moet zien te halen. En er zijn helaas op dit moment voldoende voorbeelden van. Dus denk revolutionair, handel evolutionair. Dat is het motto om mee af te trappen. En dat is ook de context waarin ik het verhaal van Erik en mij wil plaatsen. En dat doe je voornamelijk door fact-based te denken. Nou, vanuit GFK doen we dat. Dat zit in het DNA. Dat doen we vanuit een stukje retail tracking. Het volgen van point of sales data. En dat doen we vanuit de consument. Natuurlijk kun je dan in het volgen van de consument richten op wat er tegenwoordig heet de leading edge consumer. Dat is een deftig woord van wat vroeger de early adopters waren. Maar dat is maar een kleine groep. Dat zijn vaak ook jongeren. En als je nou het vertaalt naar mode, dan zie je dat met name de groep 65 plus, 55 plus, daar zijn er meer van. Maar dat is de groep die juist meer gaat uitgeven. En de rest staat bijna allemaal onder druk. Dus probeer dat goed in context te plaatsen. En dat is ook het moraal van het verhaal wat ik wil afsteken. Denk fact-based. En denk daarbij niet meer in termen van de marketing pace. Natuurlijk spelen ze wel een rol, maar dat is aanbodgestuurd. Vraagsturing, consumentgericht denken, consumer-centric denken, is op 3 vragen gebaseerd. 1. Wie is mijn consument? Voor wie ben ik op aarde? Hoe positioneer ik me daarin zo helder mogelijk? Want onduidelijke positionering kan en betekent ook vaak de doodsteek. 2. Wat drijft het gedrag, het koopgedrag van die groep? Wat zijn hun waardedrijvers? Waarop baseren zij hun keuzes? Volgt dat continu in de tijd? En 3, ja, als je ze dan toch beet hebt, je hebt ze aan je haak hangen, zorg dan dat ze zo loyaal mogelijk worden en dat ze zoveel mogelijk bij je gaan besteden. Dat zijn de centrale vragen die we met GFK beantwoorden. Dat is ook het centrale thema in dit verhaal. Nou, als we die consument volgen, dan doen we dat bij voorkeur single source. Dat is een heel deftig woord voor iets van het volle wat dat zegt, dat je dezelfde mensen in de tijd volgt, zodat je ze mee kunt nemen in de hele customer journey. Qua mediagedrag, maar aankoopgedrag, maar ook op basis van hun persoonskenmerken. En zelfs wanneer er databestanden van klanten aangekoppeld kunnen worden. Dat is min of meer de big data propositie van GFK. Oké, we gaan het hebben over schoenen. Veranderend koopgedrag in kleding en schoenen leidt tot afnemende vraag. Vaak wordt er gerefereerd naar internationalisering, naar 2 recessies achter elkaar, naar online. Online doet de markt niet vergroten, online vervangt. Maar als je kijkt naar wat er de afgelopen 5 jaar gebeurd is, 4, 5 jaar, dan zie je, en als je dat in de tijdgeest zet, dat we in een periode van 2e worden op een WK in Zuid-Afrika, naar 3e worden op een WK in Brazilië, 2 miljard euro aan schoenenbestedingen kwijtgeraakt zijn. Patsch! Weggesmolten. Dat komt omdat er simpelweg minder kopers zijn. Er zijn meer mensen die af en toe een jaartje overslaan. Die mensen die wel kopen, die besteden ook nog eens minder en die kopen minder stuks. En dat betekent dat de koper gemiddeld genomen zo'n 130 euro minder uitgeeft dan in 2010. Tel daarbij op dat de koek dus kleiner wordt, maar dat er internationalisering gaande is en steeds meer nieuwe spelers bijkomen. Dan valt er ook wat af, misschien steeds meer af, maar er komen ook spelers bij, met name online. Cross-border commerce, heel makkelijk om op de Nederlandse markt te komen. Online groeit enorm. 2 recessies verder zijn we, daar zijn we van aan het herstellen. En heel belangrijk vind ik ook dat de consumptieve bestedingen eigenlijk al 15 jaar niet toenemen. Die houden gelijke tred met de prijsinflatie. Als je daar een formule van maakt, ja, dan heb je in Nederland overaanbod. En dat leidt ertoe dat de retail te maken heeft, dat de vastgoed te maken heeft met 8%, 8-9% leegstand op dit moment. Heel verklaarbaar langs deze lijn. Maar goed, waar verliezers zijn ook winnaars.
disruptive vaak. Hier heb ik enerzijds in kaart gebracht dat het altijd erger kan. De rode lijn vertegenwoordigt wat er gebeurd is in de afgelopen jaren in consumentenelektronica. Wie koopt er nog een niet-connected hi-fi set? Wie koopt er op dit moment nog een digitale fotocamera? Dat zijn niet veel mensen meer. Dat is allemaal connected geworden en de IT-sector groeit daardoor als een dolle. Met smartphones, tablets, e-readers, et cetera, en randapparatuur. Kijk je naar schoenen, dat is de lichtblauwe lijn, dan zie je dat die daling van de markt eigenlijk in 2010 is ingezet. Wat later dan in kleding. En dat is simpelweg toe te wijzen aan het Zalando-effect. Zalando kwam toen op de markt en heeft de markt best wel op zijn kop gezet. Daarna is die lijn naar beneden gegaan. Hier hebben we schoenen. Afgelopen jaar een min van 2% in stuks. Als je schoenen 2014 wederom vergelijkt met 2010, dan moet je constateren dat de Nederlander in totaal 5,5 miljoen paren schoenen minder koopt. Die droegen we in 2010 nog wel, maar nu niet meer. Overigens verwachten we in 2015 dat die markt ongeveer gaat stabiliseren. De eerste maanden van 2015 laten zelfs een kleine plus zien. In schoenen en kleding is de laatste revolutie in termen van wat heeft de markt nou nog doen groeien, die wijst terug op 1996. Waarom? Dat was voor het online tijdperk. Dat was het jaar dat de winkeltijden verruimd werden. Toen kon je eindelijk wat meer gaan shoppen op momenten dat je niet hoefde te werken. Dat heeft ertoe geleid dat die markt toen de lucht in is gegaan. Maar vanaf 2010 is de schoenenmarkt wel degelijk ook onder druk komen te staan. 5,5 miljoen paar minder in 5 jaar tijd. Online laat een heel ander beeld zien. 16,7% van alle schoenenbestedingen komt van online op dit moment. En wie had gedacht, als je dat 10 jaar geleden aan iemand gevraagd had van jij gaat verhoudingsgewijs meer geld uitgeven aan online schoenen dan aan online kleding, dan had die persoon je echt een beetje glazig aangekeken. Relatief gezien wordt er meer geld besteed aan schoenen online dan aan kleding. Bijzonder hieraan is dat die groei van online enorm toe te wijzen is aan prijsjesjagers. Normaal gesproken wordt in mode en schoenen ongeveer 40% als prijsactie, dus in de aanbieding, gekocht. Mensen die online kopen, doen dat in 60% van het aantal stuks dat ze kopen. De online schoenenkoper is een prijsjesjager. Overigens hebben we ook een groep van 400 experts die verbonden zijn aan Shopping 2020, tegenwoordig heet dat Shopping Tomorrow, gevraagd van nou, hoe prognotiseer je nou het eindstation van online? Voor zover dat tegen die tijd nog te zeggen is in 2020. Het eindstation ligt rond de 27%. Oké. Die online schoenenkoper is dus een prijsjesjager. Wat we hier in kaart hebben gebracht is van, kijk nou ook eens naar de verdeling in kopers over mensen die puur offline kopen, cross-channel kopen en puur online. Als het gaat om schoenen. Nou, wat leer je hieruit? Dat de gemiddelde Nederlander per jaar ongeveer 240 euro uitgeeft aan schoenen. Dat is vaak veel minder dan alle mensen die hier in de zaal zitten in hun hoofd hebben. Kijk met name de dames aan, die zullen zich daar volledig niet in herkennen, denk ik. Online koper geeft slechts 174 euro per koper uit. De cross-channel koper, dat is een hele disloyale koper. Die gaat vreemd bij de vleet, die cross-channel koper. Maar het is wel een zware besteden. Dus als je die weet te vangen in een naadloze customer journey en wat weet aan je weet te binden, dan heb je niet alleen een klant erbij, dan heb je ook nog eens een zware klant erbij. Dus echt een zware besteder. Nou, hoe moet je die dan vangen in zo'n customer journey? Dan ga je ook eens kijken, wat is nou eigenlijk het belang van online oriëntatie. Nou, online oriëntatie is een superbelangrijk touchpoint in die hele customer journey. We hebben eens gekeken naar het aantal mensen dat 2 weken voor de aankoop van een paar schoenen zich online oriënteert. Dat percentage is 31%. Dus 1 op de 3 Nederlanders oriënteert zich 2 weken voor de aankoop van een paar schoenen online. Van die mensen koopt 53% uiteindelijk gewoon in de winkel. Wat noemen we ROPO, Research Online, Purchase Offline. Ik geloof dat de spreker na ons daar ook nog over gaat praten. 47%, dus iets minder dan de andere helft, koopt daadwerkelijk online. Die mensen moet je in de customer journey vangen. Dat moet je niet alleen weten voor de totale Nederlander, dat moet je weten voor je eigen doelgroep. Hè? Wie is die klant, wat wil hij, hoe handelt hij en hoe geeft hij zijn consumentengedrag en houding vorm? Dit plaatje
vind ik een hartstikke interessante. Want wat zien we hier? We weten vanuit onze retail panels dat het afgelopen jaar, 2014, 9 miljoen connected devices verkocht zijn. 55% daarvan was een smartphone. 22% daarvan was een tablet. 16% was een laptop, toch nog. En 7% zit in andere connected devices die eigenlijk te klein zijn om weer te geven. Betekent dus samenvattend dat ongeveer 77% van de aankopen van die 9 miljoen toe te wijzen is aan connected devices in de termen van mobiel. Zetten we daar de lijn eens tegenover van het aantal aankopen dat met die devices wordt gedaan, dan zien we dat weliswaar 16% van de aankopen van die connected devices komt, die mobiele connected devices, maar dat 83% van de totale online aankopen, ik heb het even niet alleen over schoenen hier, van de desktop en de laptop komt. Met andere woorden, wat je hieruit leert, is dat de strijd gestreden gaat worden om de mobiele consument. Mobiel biedt nog een zee aan kansen. We benaderen het wel procesmatig en volgt die consument fact-based in de tijd. Dat is eigenlijk steeds de boodschap die ik hier probeer af te geven. Tot slot, en dan ga ik het stokje overgeven aan Erik. Hebben we ook eens gekeken naar de retail. We hebben gekeken naar de top 10 retail in 2014. Dat ziet u links op het scherm. De enige nieuwe intreder in die top 10 ten opzichte van 2010, laten we weer eens 5 jaar terugkijken, is Zalando. Dus eigenlijk, ondanks alles, is dat best een stabiele top. Die goed is voor 32% van de totale bestedingen. Ik denk dat als je dit verhaal over 5 jaar nog een keer houdt, dat die top 10 wel degelijk meer door elkaar geschud is. Want wat gaat er gebeuren als cross-border commerce echt een vlucht gaat krijgen? Zalando is daar een voorbeeld van. Wie heeft het aanzien komen uiteindelijk? Even los van het feit of ze winst maken. Er is traffic. Ze trekken klanten en ze verkopen. Wat gebeurt er als Amazon dadelijk ook doorpakt? Dat zou zomaar een vraag aan Berne Vogels kunnen zijn dadelijk. Ik denk dat iemand hem wel gaat stellen. Wat gebeurt er als Alibaba losgaat in Nederland? Maar wat gebeurt er ook als de lokale marktplaatsen zich op deze markt gaan begeven? Dus ik denk dat die markt nog aardig door elkaar geschud gaat worden de komende jaren. Dit is waar ik het stokje wil overgeven aan Erik. Ik hoop dat ik jullie in een vogelvlucht fact-based heb kunnen meenemen in wat er in de schoenenretail gaande is. Erik pakt het stokje over en hij gaat vertellen hoe Macintosh vanuit deze feiten inspeelt op de toekomst. Erik.